Wees de ouders, jongeren, leraren, schoolleiders, bestuurders, professionals en andere belangstellenden waar het gaat om onderwijs in het Gooi. De afgelopen periode, jaren zelfs, heb ik met veel van jullie al heel veel gesprekken gevoerd over het onderwijs in deze regio. En vooral hoe het onderwijs eigenlijk niet meer helemaal past bij deze tijd en bij de behoeftes van leerlingen, van mensen, van de samenleving en van de planeet. Maar wat opvalt is dat heel veel mensen deze mening wel delen, maar zeggen ja, maar ja, hier in deze regio zit het gewoon nog een beetje vast. Dus ja, we kunnen niet heel veel meer doen. Maar het interessante is dat ik de afgelopen periode, afgelopen weken, allerlei sessies en gesprekken heb gedaan hier in het Gooi. Onder andere met alle directeuren van de Gooise Scholenfederatie, met vijf scholen vanuit het cluster Blaricum MDS Laren van Talent Primair. Met UNITA en met allerlei ouders langs de lijn van allerlei sportvelden. En wat blijkt is dat mensen heel erg met elkaar delen dat het allemaal best wel anders kan en ook anders moet. En daarom ben ik zo ontzettend blij dat een groep is opgestaan van een paar schoolleiders, PO, VO en leraren en ouders hier in het Gooi. Die hebben gezegd, nou kom, we gaan het gesprek aan. We gaan een aantal sessies doen, een aantal dialogen, 3 avonden. Waarin we met elkaar dit gesprek aangaan van wat is nou eigenlijk wenselijk waar het gaat om onderwijs in deze regio voor in deze tijd. En onder de titel Onderwijs in het Gooi, het kan anders, hebben deze mensen met Operation Education krachten gebundeld. Om te zeggen, wij gaan hier dit patroon doorbreken. De eerste avond is op 16 februari op de Fontein in Bussum, gehost door Brenda Mol en haar team. En de 2 sessies daarna zullen ook op andere plekken in de omgeving van het Gooi plaatsvinden. Hierbij ook de uitnodiging en de aanmeldlink. En ik hoop heel veel van jullie daar te zien. We zullen op die eerste avond ingaan op hoe is het eigenlijk zo gekomen dat onderwijs zo is. Wat is nou eigenlijk wenselijk waar het gaat om kijken naar het gemiddelde, hoger, lager, standaardisatie, de toetsen als sorteermachine. Waar heeft deze tijd eigenlijk behoefte aan en waar hebben deze mensen behoefte aan? Leraren, leerlingen en de samenleving. En al dat leven op aarde niet te vergeten. Hoop jullie allemaal grote getalen te zien daar. Ik zie graag jullie aanmelding tegemoet. Tot dan, bye bye!